Ik ben Roger Prior. Ik werk bij de Kruidenier Foodserver. Ik volg de opleiding chauffeur goederenvervoer. En ik laat jullie vandaag even lekker zien wat voor een werk ik doe. Als ik naar werk toe moet, dan sta ik om 6:30 op, want ik moet om 8:00 beginnen. Ja, zorg ik ervoor dat ik lekker op tijd ben. Klok ik lekker in, neem ik een bakkie, ga ik naar boven toe naar de planning. Kijken wat voor een bus ik moet rijden. Vandaag rijd ik lekker mijn eigen bus weer. We zijn nu in de industriehal. Hier kun je zien wat de mensen aan het doen zijn. Hier gaan ze lossen, hier gaan ze laat. Ik heb een druk, sorry. Heb je een druk? Nou, dit is mijn begeleider, Peter. Hoe ziet het er eigenlijk uit, Peter, als je van VMBO afkomt en dat je op zo'n leerwerkplek terechtkomt? Achteraf je een rijbewijs hebt of niet. Als je nog geen rijbewijs hebt, kom je in de expeditie. Ja, dan ga je mee voor het lossen en het laden. Ja. De spullen afleveren bij de klant. Als je al geen rijbewijs hebt, dan kun je bij de couriers werken. Ja. Ga je eerst met iemand mee, een aantal dagen. Ja. Dan ga je zelfstandig rijden, 1 of 2 dagen. En dan gaat er nog een begeleider mee om te kijken wie je werkzaamheden oppakt. Nu ga ik wel even vragen wat voor een taken Peter voor mij voor vandaag heeft. Peter, wat heb je voor mij voor vandaag? Het zijn 5 locaties, een heleboel spullen. Dus dan gaan we even maar de spullen laden. Zoals je hier ziet, route 85. En dat moet ik allemaal afleveren. Ik moet naar Dordrecht toe. Jee, de afleverton hebben we voor in de cabine gelegd. Oké. Okay. Ik ben lekker heel de dag in mijn bus, lekker veel vrijheid zoals je ziet. Ik ben soms een hele dag lang weg, van 8:00 tot 4:00. Aan het einde van de dag ben ik helemaal niet kapot. Ik kan gaan trainen, ik kan gaan voetballen. Het is geen zwaar werk, ik hoef niet veel zware spullen te tillen. Ja, het enige dat het is je moet je kop bij kunnen houden bij het rijden. Dat je niet gaat telefoneren of wat dan ook. Ik heb mijn rijbewijs al eerder gehaald. Door VTL ben ik zodoende terechtgekomen bij de kruidenier, want die hadden een chauffeur nodig met een B-rijbewijs. Ik rij zo meteen, voor ik naar mijn klant ga, even langs mijn school. De Scheepsvaart en Transportcollege. Nou, zo ziet de lokaal er eigenlijk uit. Kijk eens, wat een mooi uitzicht heb je hier, hè. Hey, dit is een van mijn leerkrachten, joh. Hey. Hey. Goeiedag. Hoe is het? Nou, als ik klaar ben met mijn theorie, ga ik voor mijn proefbekwaamheid. En hier kom ik dan mijn praktijkopdrachten oefenen. Zoals hoe je met een laadklep om zou moeten gaan. Nou, hier zie je een hele bediening daarvoor. Met allerlei aanwijzingen eraan. Het ziet er gewoon keurig uit, een mooie praktijkruimte. Ik ben nu onderweg naar de Veritas. Dan gaan we heel even gauw wat afleveren. En dan gaan we door naar de volgende klant. Hi, goedemiddag. Kruidenier Food Service. Ja. Ik ben heel de dag aan het rijden en het verdient nogal goed. En voor iemand van 19 jaar vind ik 1000 euro toch wel lekker pittig. Dus daar doe ik het wel voor. Hey, ik hoop dat jullie een goede indruk hebben over hoe mijn werkdag eruit ziet. Ik hoop dat ik jullie nog als collega zal meemaken. Nou, is goed. Hoi.